natuur. Dat is frisse lucht, bomen. Dat vinden wij de natuur. Beesten, bloemetjes. Bossen, weilanden. Iets wat ja, uit zichzelf groeit, uit een minuscuul dingetje. Bij de Flevopolder daar, waar ze ook nog die mooie film over gemaakt hebben, uw collega's. Dan voel ik mij echt binnen in de natuur. Ik zie dan strand, ik zie dan wildernis, ik zie rust. Nature is for me very important. We gaan heel veel wandelen en we gaan fietsen. En met de kleinkinderen lekker naar de bos en naar de hei. Ja, en het is ook leuk in de zomervakantie om naar de zee te gaan en naar het strand te gaan. Ik probeer het wel af en toe op te zoeken. Ik zou het liever vaker opzoeken. Ik werk gewoon fulltime, dus kan helaas niet. Nou, alleen als ik mijn hond uitlaat, zo, voor de rest niet. En hoe voelt u zich dan? Lekker. Lekker? Ja. Ik moet zo snel mogelijk terug. Nou, ik vind het niet heel fijn. Zonder natuur is het wel saai, de wereld. Vrij. Gewoon even rust. Zen momentje. Tegenwoordig is alles zen, dus zen. Nou, gewoon lekker. Lekker gevoel. Ontspannen. Je ziet wel eens documentaires op de televisie. En dan denk ik, ik wil dat ook wel eens gewoon in het echt zien. Ik ga bijvoorbeeld ook dit jaar naar Schotland op vakantie. Gewoon vanwege de ruige natuur. Je kunt je lekker opsluiten tussen iets wat niet menselijk is. We have near our house, we have wood. Dan lig je helemaal lekker op jezelf in het water. Met alleen de sterren boven je. Het is niet iets wat gemaakt is. Dat bestaat al en het is ruig. En het is, ja, eerlijk is ook een beetje een raar woord, maar zo bedoel ik het wel een beetje. Het zal misschien best, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, er zijn nog wel wildzwijnen. Vossen, denk ik ook wel. In de koplampen van je auto kom je dan een vosje tegen. Oh. En die blijft dan zo in het licht staan. Roofvogels. Wilde zwijnen. Ja. Stieren, denk ik. We have animals. Ja. We have rats. Okay. Koeien, paarden. Ja, paard niet echt wild. Ja, een beetje. Waarom niet? Waarom zijn paarden niet wild? Omdat ze toch vaak in stallen staan en dat soort dingen. Nou, hertjes en konijntjes, ja, dat noemen wij dan wilde dieren voor de kindjes. Kijk, een muis kan ook een wild dier zijn natuurlijk, of een rat, of een tor. Maar met wilde dieren beschouw ik toch degene die op dit ogenblik, wat wij wilde dieren noemen, dat zijn die grote dieren die in het oerwoud leven. Meer de tijgerachtige, de wilde dieren, ja, zeg maar. In de dierentuin, daar zien we wel wilde dieren. Nou, in de dierentuin heb je toch meer, zit je eigenlijk wel vast, ergens in een hokje. Mm-hmm. Zijn ze ook gewend toch aan een bepaalde lifestyle, gewoon een levensstijl die ze daar krijgen, vast eten? Ja, dat weet ik, die zijn niet echt wild. Nou, alhoewel, een echte tijger en een leeuw, daar zou ik toch niet graag mee in de dierentuin zitten, hoor. Als ze niet tam zijn. Als ze niet opgevoed wordt door mens, dan is het wild. Ja, als ze niet verzorgd wordt door mens. Als het heel erg dicht begroeid is en waar niemand echt komt. Dan raken ze uiteindelijk toch weer tam, omdat ze aan de mens geraken. Gewend. Dus dan zijn het geen wilde dieren meer uiteindelijk. Die zitten niet in een kooitje. Maar het is wel zo dat wij natuurlijk in de gebieden waar ze nog zijn, op dit ogenblik al maatregelen moeten nemen, zodat ze niet worden afgeslacht.